Hollande, de krant en zijn ruxifie van de gazette. Dames en heren, iemand die eraan gehouden heeft om u uitleg te geven over de taxshift. De taxshift. Uitleg geven over de BTW door naar een muur gegooid. Uitleg geven over de index. Die niet door een muur gegooid. Ik zou zeggen, ontvangen met een warm en daverend applaus. Hij staat erin. Hij staat erin. Dames en heren, het ligt aan ons hart. Ja, zorgt ervoor dat we meer mogen betonen allemaal en dan de pensioenen van ingooien. En de schulden door een muur gegooid. Hij staat erin. Dames en heren, hier staat meneer de minister. Ik stel dat de zwijging gerust, meneer de minister. Meneer de minister, mag ik u hartelijk welkom noemen hier in het Patershol? Poortershol. Alles goed, meneer de minister? Waarom die fluit, hè? Welke fluit, meneer de minister? Ze hebben allemaal gefluiterd dan. Ja, meneer de minister, dat wil ik niet zeggen, want ik weet de mensen de geiten eerst. Die zien ik hier, hè? Ja, maar ze hebben allemaal gefluiterd. Ja, maar voor de Nienen die niet gevlot nee, wil ik zeggen. Maar ik kan misschien in een rapport zetten, meneer de minister, dat iedereen, dat zal allemaal de Brabasson gefloten hebben. Ja, maar meneer, de Brabasson wordt niet gefloten, hè? Nee. De Brabasson moet je zien, hè? Dat was met een eschienigheid in die saloon, dat heb ik meneer. Maar ja, maar iedereen moet kennen de woord van de Brabasson, hè? Ja. Kijk, melodieliedje, de Brabantsen gaan kenten. Ja, natuurlijk. Nee, dat is Vie van Koeman, meneer minister. Nee, dat is het niet. Maar ik zei bij een rapport en ze zitten dat de ontvangst zeer warm was. Dat was door 26 gronden. Meneer de minister, maar nu dat we hier toch samen, Aline is toch even, ik zou je een vraag willen stellen. Blijft u maar, wij zijn er ook te helpen. Dat staat er. Ik heb namelijk een dochter van 18 jaar. Nee, dank u meneer de minister. Ik ben overtuigd in mijn 5 minuten op spreek, moest ik nog iemand weten. Nee, dat is dat, meneer de minister. Ik wil alleen maar vragen, mijn dochter die wil niet trouwen, dus ze wil niet trouwen. Want iedere man die ze ziet, die mee wil trouwen, die stoort ze af. Wat doet ze? Afschaam. Nou ja, dat is dan de omgekeerde van het ministerie. Wees daar naar de zoop. Maar kijk, minister, mijn dochter die deugt voor niets. Nee. Voor niets! En ze wil niet werken. Ze wil niet werken. Nee, maar dan moet ze op het ministerie komen. Ik denk dat ik naar die zuilen, minister. Luister, meneer, kan ze rekenen? Nee, rekenen is niet gekund, nee. Ja, maar dat geeft niet. Dan kan ze beginnen als mijn privésecretaris. Ze verdient 8000 euro per maand. En ze moet geen examen doen. Nee, ze mag schrap niet in positie zijn. Hè? Pardon? Ze mag schrap geen uur positie, wil ik zeggen. Ja, maar dat is moeilijk, omdat de ministerie geen uur positie heeft. Luister, kan ze lezen. Lezen? Hoe ze aan de woordjes mag sparen, jongens. En dan kan ze secretaris worden op het ministerie van de Onderwijs. Zij moet geen examen doen en zij verdient nog altijd 6000 euro per maand. Dat is nog te veel. Ze mag ze veel niet verdienen voor te beginnen, meneer de minister. Ja, wij hebben geen lage plaatsen. Het zijn allemaal hoogplaatsen, Pieter. Dat is toch. Ja. Kan ze schrijven. Schrijven? Hoe ze zat ze mogen zo'n rondom beginnen te zetten? Is het nooit dat ze trofens mogen lopen? Ah wel, dan kan ze secretaris worden aan mijn collega Dietrich Reinders van Financiën. Zij moet geen examen doen en ze verdienen altijd
4000 euro. Dat is toch te veel, meneer de minister. Daar gaan we niet in liegen. Of van geen kleine plots. We hebben geen kleine plots en allemaal grote plots, dat ministerie. Ja? Maar meneer de minister, ik kan ze niet beginnen als kastvrouwen. Wat niet? Kastvrouwen. Als kastvrouw. Aan de ministerie. Ja. Maar meneer, zeg hij zo slecht. Wat dan? Maar ze kan niet lezen, ze kan niet schrijven, ze kan niet rekenen. Ze kan zich nooit geen kastvrouw worden, dat ben je niet vergeten. Ja. Wat dan nog niet? Maar kastvrouw is weer geplaatst aan het ministerie, voor dan een examen moet verder doen. Ah, klopt.